de tweede dag van het staatsbezoek. Het koningspaar en het groothertogelijk paar brengt een bezoek aan Belval. De hoogovens, een belangrijke industrie voor Luxemburg, werden hier in 1997 stilgelegd. Koningin Beatrix bezocht dit grootschalige stedenbouwkundige project, ontworpen door Nederlands architect Jo Koene, ook tijdens haar staatsbezoek in 2012. Belval is nu nog meer dan toen een moderne stadswijk, waar wetenschap, wonen, werken en cultuur hand in hand gaan. Op het terrein is ook een universiteitsgebouw. Hier spreken de hoge gasten met studenten over onder andere ruimtemijnbouw. Wij zitten dus in het konvooi en hebben dus politiebegeleiders die met sirenes over de snelweg knallen. Hier zie je zo'n politiewagen in Luxemburg. En wij reizen met die busjes.